Dag dames en heren, de afgelopen dagen hadden we vaak mooie zonsopkomsten, kleurrijke momenten en ook vanochtend kwam de zon her en der nog mooi op. Maar dat zijn plaatjes die we de komende dagen toch veel minder kunnen maken. We staan namelijk aan de vooravond van een zeer wisselvallige periode. Op sommige plaatsen kan tot en met het weekend zelfs meer dan een maand hoeveelheid aan regen vallen, met name in het westen en noordwesten van het land. Nou, die weersomslag merken we nu al een klein beetje buiten. Er trekt op dit moment een band met wat bewolking, ook een paar buien over het land. Daarachter wordt het weer een tijdje droog, maar een heel actief lage drukgebied zien we hier aankomen. Dat nadert in de loop van morgen onze omgeving en dan gaat het van tijd tot tijd echt flink regenen. En dat zal ook de dagen daarna het geval zijn. De kern van het lage drukgebied trekt vervolgens vrijdag langs ons land. Is nog een beetje onzeker welke koers dat systeem exact gaat aanhouden. Maar ook dan kan er flink wat regen vallen en wellicht dat het ook een keer tot zware windstoten in een klein deel van het land gaat komen. Maar dat is dus nog een klein beetje onzeker. Nou, vanmiddag trekt dus een gebied met bewolking en een paar buien van west naar oost over het land. Veel neerslag wordt nog niet verwacht, maar een paar millimeter is best wel mogelijk. Daarvooruit schijnt in het oosten eerst de zon nog en daar wordt het nog lokaal 19 graden. Zodra die buien gaan vallen, daalt de temperatuur naar een graad of 16. Nou, ook vanavond en vannacht valt verspreid over het land nog een bui. Daartussendoor is het enige tijd droog. Dat zal vooral de tweede helft van de avond, eerste helft van de nacht zijn. Met een paar opklaringen en een graad of 12. En daarna dan neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe. En gaat het af en toe weer een heel klein beetje regenen. Nou, morgen neemt gedurende de dag die regen in intensiteit toe. Dat zal vanuit het zuidwesten gaan gebeuren. Met name morgenmiddag verloopt dus nat. Met temperaturen die beduidend lager uitkomen dan de afgelopen dagen. Voor die regen uit is het nog een graad of 17, maar tijdens regenval niet veel warmer dan 14 of 15 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten, is meest matig, maar wordt later langs de kust, vooral in het zuidwestelijk kustgebied, vrij krachtig of krachtig. Dat is een windkracht 5 tot 6. Gaan we dan naar donderdag kijken, dan wordt het nog iets onstuimiger, met aan de kust zelfs een krachtige, misschien af en toe een harde zuidwestenwind, windkracht 6 tot 7. Ook boven land waait het dan stevig met kracht 4 tot 5. En daarbij is er een afwisseling van wolken en zon. En verspreid over het land komen wat buien tot ontwikkeling. Dat zal opnieuw met name in de middag en avond gaan gebeuren. Toch lijkt zowel woensdag als donderdag de meeste regen voor de nachtperiode bestemd. En zal het dus overdag bij tijden best wel even mooi zijn. Temperaturen tijdens zonnige momenten rond 17 graden. En als er een bui valt, koelt het af naar een graad of 14. Nou, de koudste dagen van deze week volgen komend weekend. Het is dan overdag slechts 13 of 14 graden met ook dan geregeld een bui, al lijkt zondag overwegend droog te verlopen. Wat dan vooral opvalt zijn de koudere nachten. Er staat gemiddeld een graad of 7. Maar het is in het binnenland niet uitgesloten dat we wellicht een keer iets onder de 5 graden uitkomen. En misschien dat dat zelfs een enkel graadje vorst vlak aan de grond oplevert. En ook volgende week, ja, een aanhoudende kans op een paar buien. Temperaturen die gematigd zijn voor de tijd van het jaar. Want het koelt dus later deze week af naar een graad of 15 overdag. En dat blijft ook volgende week zo. Er zit wel wat onzekerheid naar boven, met name wat later in de termijn. Dus dan zou wat warmere lucht ons weer een keer kunnen bereiken. Maar voorlopig is het wisselvallig herfstweer. Ik wens u voor nu nog een mooie dag.